avond in Amersfoort. Of het nou dinsdag, vrijdag of zaterdag is, een disco is er niet. Tijdens de handtekeningen verzamelen zijn we er zeker achter gekomen dat er heel veel behoefte is aan een discotheek onder jongeren. Dit zijn voorlopig de enige discolampen in Amersfoort. De jongerenclub van de SP, Rood, organiseert een buitendisco, terwijl de gemeenteraad binnen vergadert. Volgens ons is de gemeente te weinig betrokken om echt een discotheek te willen. Als dat echt het idee was, dan was er nu een plan geweest op het Eénplein om een discotheek te starten. Na een half uurtje stroomt een handjevol jongeren toe. Zij willen ook wel protesteren voor de disco. Ik ga uit in Utrecht en Amsterdam, Rotterdam ook. Want ja, hier in Amersfoort is er in het weekend gewoon niet zoveel te doen. Ja, als je een keertje dichtbij wilt, heb je ook een discotheek om te gaan, toch? Ook leuk voor de jongeren onderling. Kan hier een stuk harder? Harder, ja hoor. De volumeknop gaat omhoog om zo de vergadering binnen te bereiken. Maar de jeugdwethouder Gert Boeven komt niet naar buiten. Dus besluit Tobias zelf naar binnen te gaan met de jongeren. Ga naar binnen om Boeven te halen. Na een paar minuten besluit de raad maar even te stoppen en kan jeugdwethouder Boeven even met Tobias praten. Maar we komen hier toch echt aan jullie allemaal laten zien dat er behoefte is aan een discotheek. De wethouder is ook voor een discotheek. Wat er mist is een exploitant. Wat ons betreft kan er morgen een ondernemer ons bellen om te zeggen ik zie het zitten om op het Eénplein te beginnen. Maar goed, jullie gaan hem zelf niet beginnen en wij gaan hem zelf niet beginnen. Er moet nu dat van klopt. Een ondernemer komen. Dat klopt. Wij hebben... Dit zal vast helpen dat jullie hier met zoveel jongeren vanavond zijn. Als die ondernemer er komt, krijgt Amersfoort voor het eerst sinds 1993 een eigen discotheek. Die vast meer bezoekers trekt dan de buitendisco op een koude dinsdagavond in februari.